Hoe kijk je terug op je werk tijdens de COVID-periode? Het werk was een zeer interessante periode. Ik was net klaar als medisch specialist feitelijk. En had ook net mijn vast contract gekregen. Dus eigenlijk allerlei redenen om zeer blij te zijn. En vlak daarna, binnen een maand, brak de COVID los. En dat is een zeer interessante, maar ook slopende periode geweest, tijd geweest. Zeker die eerste golf die we hebben meegemaakt, waarin we met tijd en wel overspoeld werden door patiënten. Waarbij je in korte periode één heel erg veel moet werken. Meerdere keren per week ook in het ziekenhuis moeten slapen vanwege alle diensten. En dan een onbekend ziektebeeld wat je met een hele club aan moet pakken. Waarbij je ook jezelf moet gaan inlezen en allerlei webinars moet gaan volgen om op de hoogte te komen van wat er bekend is over het ziektebeeld zelf. En dat al met al heeft het toch maakt een enorme impact in hoe je functioneert. Maar het is een enorme steile leercurve geweest waar ik denk ik nu nog steeds van profiteer. Want het is natuurlijk wel een hele bijzondere situatie om op dat moment dus op zo'n manier met je vak bezig te zijn als jonge Klara. Wat heeft het emotioneel met je gedaan? Emotioneel in die zin dat ik vooral heel erg blij ben en trots ben hoe we dit hier uiteindelijk als team hebben neergezet. En dan team bedoel ik zowel de intensivisten, maar ook alle artsassistenten die ons hebben geholpen. Samen met de verpleegkundigen en alle ondersteuners. Dat geeft wel een gevoel van saamhorigheid, ook al is dat op sommige momenten ook wel eens moeilijker geweest. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.